We zijn vandaag in Parijs en ik mag de XT50 testen. Het grootste deel van mijn werk bestaat uit reportage en documentaire fotografie. Maar daarbij is reis- en straatfotografie natuurlijk ontzettend leuk om te doen. En daar is deze camera ontzettend goed voor geschikt. En wat ik zo fijn vind aan deze camera, hij is mooi compact. Je stopt hem makkelijk in je rugzak als je op reis bent. Vandaag staan we in Parijs. Zeker in combinatie met de nieuwe 1650, 2.8, 4.8. Heerlijk bereik, je kunt er eigenlijk op reis alles mee doen. De 40 megapixel sensor die hierin zit is eigenlijk dezelfde als die in zijn grotere broertje, de T5, zit. Betekent dus dat je waanzinnig mooie beelden hebt en de mogelijkheid om eventueel nog wat beeld te kroppen als je telebereik niet voldoende is. Je houdt voldoende pixels over. Wat heel erg mooi is en nieuw op deze camera is dat er een toegekende knop is voor al je filmprofielen. Er zitten er 20 in deze camera. En via deze knop kun je ze heel snel oproepen en eigenlijk gelijk verder werken zonder het menu in te hoeven. Onder deze knop zit ook de nieuwe Reala Ace filmsimulatie. En natuurlijk mijn favoriet, de Acros zwart-wit. Daarbij kun je voor jezelf 3 kleurprofielen toekennen aan 3 keuzeknoppen. En dat maakt het wel heel makkelijk om ook die heel snel onder de knop en beschikbaar te hebben. Daarbij heeft de autofocus ook een duidelijke verbetering ondergaan. Verbeterd door middel van AI, maakt dat hij sneller en tech-sharp is op de plek waar je hem hebben wil. We hebben gisteravond ook in het donker gefotografeerd hier in de stad. De Ibis die in deze body, het is onvoorstelbaar dat ze hem erin hebben kunnen krijgen. De Ibis die erin zit, doet dat perfect. Een 30ste van een seconde of een 20ste van een seconde vanuit de hand is eigenlijk geen probleem met deze camera. Wat ook weer op deze camera zit, is een heel fijn klapschermpje waardoor je met lage standpunten kan werken, maar je kan ook hoog boven je hoofd werken. En dat is toch wel heel prettig voor dynamische beelden. En al die bijzondere toepassingen maakt dit voor mij een hele fijne reiscamera.